Hoi, ik ben Christian Groeneweg, projectontwikkelaar van De Raad. We staan hier, zoals je kunt zien, voor de bouwplaats van De Raad. En we gaan vandaag een kijkje nemen op de bouwplaats. Dus komen jullie mee? Ja, een van de toffe dingen van deze locatie, die heb je eigenlijk net gezien, zijn deze groene bomen aan de Lange Mattenisse Laan. En die groene bomen die reiken eigenlijk naar het gebouw toe. En als straks de balkons eruit komen, kan je als het ware die bladeren bijna vastpakken. Nou, van buiten is er nog niet heel veel te zien, maar binnen al meer. Dus we gaan even binnenkijken. Nou, we zijn inmiddels binnen zoals je ziet. En dit is het mooie van transformatie. 1,90 meter op camera. En op het plafond zijn hier gewoon 2,70 meter. Prachtig. We staan inmiddels in het hart van het gebouw. Hier was voorheen een trappenhuis. Die is eigenlijk helemaal weggesloopt van beneden tot boven. Je ziet hier nog de drie entrees van de lift. Dit wordt eigenlijk helemaal omgebouwd naar woningen. En we hebben de lift eigenlijk verplaatst naar deze zijde. Hier komt er één. En daarachter het trappenhuis wat opnieuw wordt gebouwd naar boven. Waar ik wel echt trots op ben bij De Raad, is dat we het voor elkaar hebben gekregen om het beste van twee werelden samen te voegen. Dus enerzijds het behoud, het circulair, het duurzaam van de transformatie. En anderzijds de volledige kwaliteiten van nieuwbouw. Nou, we staan inmiddels op een van de drie penthouses van De Raad. En wat het mooie is aan deze penthouse, is dat de dakterrassen rondom doorlopen. Dus je hebt overal uitzicht op de stad. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om met mij mee te lopen vandaag over de bouwplaats van De Raad. En ja, om hier te eindigen op het dak met deze prachtige skyline van Rotterdam, is toch wel echt fantastisch.